Na een doorlichting van het basisbestand zijn 130.000 personen uit het systeem gehaald. Er zijn nu slechts 70.000 personen in het systeem die eerlijk recht hebben op de basiszorg, zegt minister Bronto Somhardjo van Binnenlandse Zaken. De bewindsman geeft aan dat bij het aantreden van deze regering bleek dat er een politiek vervuild basisysteem was gecreëerd. Politiek vervuild betekent, u kent de situatie, in 2018 kon je alleen met het overleggen van je ID-pas kreeg je al een BASO-pasje, een BZV-pasje, wat betekende dat de staat jouw zorg betaalde. Dat is natuurlijk voor een groep mensen nodig, die kunnen niet betalen, maar je zag ook op een gegeven moment mensen met grote auto's, mensen die bedrijven bezaten, met zo'n pasje lopen. Dat kan nooit de bedoeling zijn, want het kost de staat tientallen miljoenen per jaar om de zorg te subsidiëren. Dus deze regering, als verantwoordelijke regering, heeft toen het besluit genomen, wij gaan het bestand doorlichten, wij gaan subsidiëren aan de mensen die het nodig hebben. En dat is tot nu toe zijn we gekomen van 200.000 personen naar 70.000 personen, waar de staat weer tientallen miljoenen bespaart, die zij kan gebruiken voor andere doeleinden, voor ook sociale projecten. Een belangrijke opmerking hierbij moet er wel zijn natuurlijk, de personen van 0 tot en met 17 en de 60-plussers zijn gewoon nog steeds verzekerd. Voor hun verandert er niks. Hun pasje is automatisch verlengd tot en met 31 december 2021, de zogenaamde BASO. En de BZV'ers, de mensen die menen rechten hebben nog op zo'n pasje, kunnen nu een aanvraag nog steeds doen bij de sociale zaakkantoren of bij de BASO-kantoren. En hun aanvraag wordt nu veel sneller verwerkt. Minister Oerakit Ramsarand van Sociale Zaken zegt dat om te voorkomen dat de basiszorg weer populistisch wordt gebruikt, de basiszorgwet veranderd moet worden. Een interdepartementale commissie zal zich daarover buigen. Waarbij de commissie dan zich zal buigen over de wet basiszorg. En daarin kunnen we de noodzakelijke reparaties dan doen erin om ervoor te zorgen dat qua criteria, qua zorg dat men daadwerkelijk dat meeneemt in het geheel en dat het wat duidelijker wordt gemaakt voor wie wel zou moeten voldoen en wie niet zou moeten voldoen volgens wet aangegeven in onze basiszorgwet. Dus dat is dan wat ik wil aangeven dat het heel belangrijk is om onze fundament te hebben. Waarbij het fundament bij deze dan een kleine reparatie ondergaat, om het zo te zeggen. En aan de hand daarvan dat wij natuurlijk dan de richtlijnen dan krijgen bijwet vastgesteld om ervoor te zorgen dat als er een versoepeling plaatsvindt of als er dus een verscherping plaatsvindt, dat we conform wet en regeling dan kunnen screenen voor wat betreft de mensen die hun aanvraag doen. Aldus minister Oerakit Ramsarand van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hij zegt dat het nu gemakkelijker is om na te gaan wie daadwerkelijk in aanmerking komt voor de basiszorg.